In deze smartphone videoles toon ik je stap voor stap hoe ik deze architectuurfoto heb gemaakt. Ik heb voor dit gebouw gekozen omdat het hoog is en veel repetitie bevat. Ideaal dus voor een kickforce perspectief foto. Bij het nemen van deze foto was het super belangrijk om dicht bij de hoek van het gebouw te staan en bijna loodrecht naar boven te mikken. En zoals je kan zien, probeerde ik de punt van het gebouw mooi in het midden te kadreren. Want hoe minder je achteraf moet bijsnijden, hoe beter. Voilà, deze foto is ideaal om na te bewerken. Hiervoor zal ik de gratis app Snapseed gebruiken. En als je stap voor stap wil meebewerken, dan kan je onderaan deze video mijn originele foto downloaden en gebruiken. Eerst en vooral heb ik het gevoel dat de punt van het gebouw niet perfect in het midden staat. Bijsnijden dus met de crop tool. Om de foto een moderne look te geven, zal ik hem eerst in het zwart-wit zetten en daarna een subtiele blauwe tint geven. Een goede zwart-wit filter in Snapseed is bijvoorbeeld Contrast. Maar je kan natuurlijk altijd eens met de andere filters experimenteren. Na het toevoegen van een filter speel ik graag nog wat met de parameters en in dit geval mis ik nog wat helderheid of brightness. En er mag ook nog wel wat extra contrast bij komen. Trouwens, het is altijd handig om je bewerkingen nog eens te vergelijken met de oorspronkelijke foto om te zien of je wel goed bezig bent. Hiervoor moet je gewoon even lang tappen op je foto. Goed, als laatste stap wil ik nog een blauwe tint toevoegen en dat doe ik door te tappen op Tune Image en dan de Warmth parameter wat te verlagen. Ziezo, de foto is klaar en om af te ronden wil ik je nog enkele mooie alternatieven tonen van hetzelfde gebouw. Thank you.